Nou, eigenlijk tijd om iets met 3D-printen te doen. Dat ik hem 14 dagen geleden gekocht heb, volgens mij. De enige plek is deze nagenoeg ongebruikte kattentoren. Toen Roderick nog was, toen werd hij nog wel geregeld gebruikt. Maar Martine is oud. Die is bijna 16 en klimt niet meer zoveel. Hij heeft ook helemaal geen zin om nog boven te zijn zelfs. Maar het is een mooi vlak oppervlak. Dus ik, en stevig. Nou ja. Maar ik denk dat het wel lukt. Eens even kijken. Ik heb net een stuk van het filmpje bekeken. Kabeltje. Een zakje met toebehoren. Filament wat er nog bij zit. Mooi geschminkt en luchtig verpakt. En hier zit ook een kaartje nog in. Geheugenkaartje. Schroevendraadje. Dit is de houder voor het filament. Dit is het filament. Dus. Ja. Volgende etage, maar daar heb ik waarschijnlijk beide handen wel voor nodig. Dus dat doen we in het volgende afsnit van de video. Ik heb hem toch al volgenomen. Het worden meerdere aan elkaar gemonteerde fragmenten. Nou. Goed, het lijkt erop dat deze anders is dan in het filmpje. In het filmpje zit hier een gat. Hier aan deze kant. En hier zit het onderin. Maar ik denk dat dat gewoon past. Want dit is de onderkant van het ding. En daar kan dus ook het kabeltje door. Want dat kabeltje moet er door naar buiten. Dat moet ergens hier op deze kabel. Je ziet hoe het eruit ziet. Dit is het bed wat verwarmd is. Dat je dus eraf kunt nemen. Even kijken. Dat is licht magnetisch. Oh, ik moet wel mijn duim in de richting africhten dan als ik dat wil zien. Nou ja, dit is waar de verwarming in zit. Maar aan de bovenkant denk ik. Maar dan moet ik even kijken. Want bij het ding zat een tulletje waar het in ging. Oh, dat zit hier. Aan deze kant. Ja, een beetje gedesoriënteerd omdat hij ligt. Hier gaat dus het filament in. Nee, dit is dus de printer. Dit is het bedieningspaneel. Het is allemaal uiterst simpel. Ik weet niet of ik dat nou eerder al gezegd had. Maar in ieder geval is het zo dat bij 3D-printers, volgens mij over het algemeen, is het zo dat er geen printerkabel bij zit. Maar je stopt je ontwerp op een micro SD-kaartje. En dat kun je dan hierin stoppen. En dat zorgt er dan voor dat hij dat gaat printen. En ik ga ervan uit dat er op het meegeleverde kaartje een ontwerp staat. Als je dit als test kunt printen. Ik heb geen idee, het zal iets onzinnigs zijn. Wat je niet nodig hebt, maar het is wel goed als test. Dus dat gaan we straks als het lukt proberen. Hier is er nog een microswitch. Die vast ook wel ergens verdient. Ik weet niet of ik vanmiddag er al naartoe kom om wat te printen. Maar ik wil hem in ieder geval in elkaar hebben. En ik wil eigenlijk eens zo'n opbergdoos hebben. Maar eens even kijken of ik er eentje heb die hoog genoeg is en groot genoeg. Want ik wil niet dat Martine met het ding gaat spelen als die hier opgesteld staat. Zul je net zien, die klimt hier nooit op. Maar als dat ding erop staat, het beest dat weet het dan precies. Er is wat nieuws. En dat moet besnuffeld worden. Goed. Ik ga hem even in elkaar zetten. Kijk, zo lijkt het al heel wat. Het is amper een seconde, want ik heb alleen dit ding erin gestoken. Hierin. Nu moet ik hier die boutjes nog doen. Hè? Maar het lijkt me wel wat. Het lijkt me wel een 3D-printer, toch? Dacht ik zo. Nou, niet gek. Ik vind het wel leuk. En hij is helemaal niet groot. En in ieder geval ruimte in beslag. Dat is mooi. En vastgeschroefd. Kijk, hier zit het motortje in wat het bed heen en weer laat bewegen. Nou, dat moet ik wel laten zien. Dus dat maakt deze beweging met het snaartje wat eronder zit. Ik ga ervan uit dat hier de motor in zit die dat ding laat bewegen. Maar waar dus het materiaal mee gespoten wordt, daar zit een verwarmingselementje in. Hier zit ook een verwarmingselement onder. Dit is het motortje wat hem omhoog laat bewegen. Zie? En dan zit hier in het motortje wat hem laat bewegen, zo goed als zeker. Kijk, en daar zit dus een microschakelaar, zodat hij niet te ver naar beneden kan doordraaien. En daar zit een microschakelaar, zodat hij niet te veel, zodat hij niet te veel naar rechts kan doorbewegen. En dan zal er hier ook in zitten, zie, kijk. Dus die, kijk, als het ding er dus tegenaan loopt, dan onderbreekt dat de stroom. Of geeft een signaal naar de microcontrole die hierin zitten. Dat is echt wel meer waarschijnlijk. Het matje is inderdaad sterk magnetisch. Tjak.
Dan heb ik even wat moeite verschoven. Dan moet ik even wat kracht verzetten. Nou, ik hoop dat ik hem goed uitricht, want ik kijk niet door de zoeker van de camera. Maar hier wordt dus het materiaal opgeprint. Het is ook behoorlijk glad, er zitten roppeltjes op, maar het voelt echt alsof het ingevet is. Het is teflonachtig. En ja, je kunt het buigen zodat het heel makkelijk loslaat. Want dat is altijd wel een probleem. Veel van die printers die hebben een glasplaat en dan krijg je het amper af. En als je het er dan losmaakt, dan beschadigt wat je geprint hebt vaak. En Prusa heeft dit ook en deze ook. Ik weet niet of ze dat gejat hebben, of, maar in ieder geval is dit wel een heel goed. Er zat nog een plaatje bij dat ik niet in de verpakking had aangetroffen. Om het filament op te hangen. En zo. Dan moet ik even checken of alle kabels goed zitten. En volgens mij is die dan al klaar. Ik ben benieuwd. Voor 23 euro een enorme rol met filament gekocht. 2 kilo. Nee, niet 2 kilo, 1 kilo. 1 kilo dus. En ja, volgens mij kan ik er wel in zitten. Wel inderdaad hygroscopisch kussentje tussen. Hè? Dus het moet inderdaad niet vochtig worden. Nou, dus dat heb ik gevonden. Is het ding kalibreren. Stekker erin. Hij brandt. Ik hoor verder niks. Ja, een zoektoontje. Voor mij is dit naar home. Dus dan zou je naar het nulpunt moeten. Hé. Hey. Nothing happens. Dat is niet goed. Ja, dat was even zweten, want dat deed het inderdaad niet. Hij hoorde naar de homepositie te gaan, dat is vlak boven het bed. En dan moet je hem kalibreren. Maar hij ging naar boven. En ik kon hem nergens op internet vinden. Totdat ik me bedacht, heb ik wellicht dat kleine stickertje er wel goed in gedaan. En toen bleek dat hij er ook andersom in paste. En ja, nu een stekkertje erin doen. Ja, met één hand. Dan gaat het lampje aan. Dan druk ik vervolgens op home, dat deed hij net ook. Maar, dan legt hij netjes naar beneden. Totdat hij het microschakelaartje tegenkomt en stopt. En dan kan ik hem kalibreren. Ja, dan ga ik even zonder de camera doen. Je moet de nozzel eerst opwarmen. En dan moet ik met deze knop eerst het ding omhoog halen. Elke keer risico indrukken. Zo die 10 mm omhoog moeten gaan. Nou, dat lukt. Nou, dan moet ik het filament invoeren. Het ligt nog niet helemaal prettig, maar ik krijg het niet fijner opgerold. We gaan het toch proberen. Dit moet er zo ingeduwd worden. Dan moet ik op de plusknop drukken, dan zou die snel moeten gaan knipperen. Nou, duurt het 2 minuten. Kan het 2 minuten duren voordat hij opgewarmd is. Dus dan moet ik dus het filament invoeren. We gaan het zien. Hij knipsert nog. Als hij ophoudt met knipsen, is hij warm. Je ziet trouwens ook een blowertje in. Dat is misschien goed te horen. Het is niet zo, het maakt niet veel geluid. Zo, ik kan zo voelen dat hij op een gegeven moment doorzakt. Ik voel wel niks, maar het is helemaal geen 2 minuten. Ik voel wel niks, ik kan ook aan die doorduwen. Maar hij knipt het nog.
En naar je beeldschermpje kijkt van je camera, zie je geen diepte. Dat is daar. Oh, het ruikt. Er gebeurt nu iets, want het ruikt. En het materiaal dat ruikt inderdaad. Dan heb je een beetje plastic achter. Kijk, en nu gaat het inderdaad door. Wel merkbaar. En de pijn gaat steeds dichter naar die opening toe. En dan zou er onder dus een prutje uit moeten komen. Dat je dan moet verwijderen. Ja, dat ruikt inderdaad wel duidelijk. Heb je nog? Ja. Hij eet langzaam filament op. Kijk, nu komt er wat uit. Jeetje. Het ruikt alsof je met een soldeerbout in het diepschuim zit. Ja, dat was ook al voorspeld. Maar... Ah, en nu stopt hij. Dan kan ik het eens verwijderen. Zo. Het kan warm zijn. Nou, dat is er dus uitgekomen. En, hoe doen we dat? Nou zou het dus moeten zijn, als ik dit kaartje erin doe. Zo. En dan op play drukken. Dat zou 2 minuten moeten duren. Omdat hij weer moet opwarmen. En vervolgens zou hij wat moeten gaan doen. Me so curious. Ha, vol verwachting spant ons hart. Klopt ons hart. Dit is toch wel erg spannend. Er staan 2 figuurtjes op het kaartje, waarvan ik niet weet welke van de 2 dat hij kiest. De 1 zou een kat moeten zijn, maar ik denk dat hij die andere eerst kiest. En wat dat is, ik heb geen flauw idee. Kon je uit de naam niet herleiden. Hij knippert nog steeds langzaam, dus betekent dat hij gaande is. Reuze spannend. Er gebeurt wat. En ik ruik het ook weer. Er gebeurt wat. Het is zwart filament, hè? Dus je ziet op die zwarte achtergrond niet super goed. Maar hij is duidelijk wat aan het doen. Hup, dan was deze vast aan. Met een gestrekte arm. Hé jongens, een 3D printer. Hij is volkomen geluidloos. Je hoort niks. Het blowertje hoor je een beetje. Misschien dat door compressie van het geluid het wel wat harder klinkt in de video. Maar hij is echt... dat hoor je niet. Zelfs als je dezelfde kamer bent. Je hoort er weer een lichter ventilatortje, maar dat maakt ook een nauwelijks herrie. Dus. Ja, maar zien we het, kan wel even duren. Een geruite ondergrond, dit is iets wat er bovenop komt. Ik ga me net een sportverslag geven, je moet wel wat verzinnen, terwijl er niks te vertellen is.
Ik zou zeggen, spoel gerust vooruit. Ik denk dat ik een groot deel van het proces er wel in doe, in het filmpje. Maar dat ik het advies aan het begin zet van nou, spoel gerust verder, want het kan heel saai zijn onderweg. Ik denk niet dat ik het helemaal vol maak hoor, want het gaat wel erg langzaam. Ik heb geen ervaring met z'n ding, maar ik kan volgens mij rustig 2 uur printen. Dat gaan we natuurlijk niet allemaal in de video stoppen. Ik kom wel af en toe terug om te kijken hoe ver die is. Even koffie maken. Ik denk dat af en toe maar stukjes van het tussenresultaat laat zien. Dat is nog niet zo heel gevaarlijk. Ik heb eigenlijk bezig om 2 laag terug te leggen met wat andere sliertjes. Dat is hier een slier, straks is het toch die kat. Ik heb een stuk hoger. Dan zit je zo ingelicht. Het lijkt een beetje buig en het licht is daardoor heel scherp. Scherp licht, ga je schaduwen. En dan een beetje vreemd licht. Ja, dat maakt het lastig. Het gaat niet hard hoor, met die
rol. Zo, we zijn een stuk verder. Het ruikt nu wel minder sterk. Ik weet niet wat dit doet. Ha! Geen flauw idee. Het wordt wel iets, het is geen troep. Je ziet dat hij weet waar hij aan bezig is, maar wat? Geen idee wat het is, maar hij is klaar. Ja. Is hij nog warm? Nee. Zo. Ja, geen idee wat het is, wat je ermee kan. Maar het is wel geprint. Hatsje. The first. Now another one. Oké, tweede printactie. Het is een ander kaartje, dus ik hoop dat het werkt. Dat het een goede format heeft. Zo, kaartje erin. Nou, spannend. Kan u vinden. Ja. Tenminste, dat ding geeft aan wat hij doet. Maar ja, natuurlijk, hij moet eerst 2 minuten opwarmen. Dit zou de kat moeten zijn. Knip knip in de video. De Kelly Cat heet het ding. En het andere bestand, dat heet inderdaad Rocket. Ja, ik had het kunnen weten. Rocket. Het is wel leuk. Ja, voor zo'n klein ding en voor zo weinig geld is het hartstikke leuk. Hij doet het heel goed. Ik ben echt wel tevreden. Hier kan ik iets mee. En nu ruikt hij het weer. Maar echt wel smerig is dit wel. En dat doet hij sterk. Ja, hij zit van boven het werk wat hij aan het doen is. Dus er is niet veel te zien.
Nee, dit is er zonder meer eentje die meer detail heeft, want het duurt even iets langer voordat hij klaar is. Dan zal ik nou bijna net zo lang bezig zijn met die andere dieren. Dus, hij is toch voorkomen vlot. Dus. Ja, eens kijken. Met deze rol het filament wel uitkomen. Je weet het niet. Ik weet ook niet of je daar dan nieuwe in kunt stoppen. Volgens mij, dat gaat in elk geval bij zonnige printen, kan wel. Je kunt er wel nieuwe in stoppen. Als die op is, maar zet die deze ook gaat. Maar hij is druk bezig, echt wel een hele tijd. Het pakket is hol. Dit is misschien wel mensen. Ik moet wel regelmatig naartoe om te kijken of het filament niet misgaat. Vooral zo gaat het goed. Nou, dan houden we het even in de gaten. Nee, dit is absoluut zeker, dit wordt geen kat. Oh jee. Ja, we hebben zo'n plaatje van een kat vandaan snorren, dat wil ik wel graag. Geen idee wat het van Jan wordt. Maar hij is aardig gevoed, dus ik ben ook al een poosje weggebleven. Nee, daar heb ik echt geen kat meer van te maken. Geen idee. Kalikat heet het. En misschien is het een voet van een standbeeld waar nog een kat bovenop komt. Maar ik zie daar een vierkante bovenkant. Dit gaat echt geen kat worden. Echt niet. Ja, het gaat goed met het filament op deze manier. Kijk, ik laat hem van het tafeltje eronder halen. En dan kan hij rustig een half uur printen zonder dat ik erbij hoef te zijn. Nou, mogelijk is het toch wel een kat. Maar dan wel een hele vierkant. Een vierkant, zo gezegd. Hij is dus klaar, maar ik moet eens goed kijken wat het is. Ja, ik kan wel in beeld houden. Is dat een kat? Nee, geen idee wat het is. Ja, toch, het is een kat. Het is wel een kat. Ja, een zeer gestileerde kat. Het is een kat. Kijk, een kattenkopje. Oogjes, oortjes. En dit is dus het staart. Oké. Ja. Kat. Wow. Wow. Het is een kat. Het kan ermee door. Maar ik had mooier verwacht. Ja. Ja, is zo. Poes. Een poes. Ja. Die bewaar ik. De andere, dat die raket, dat vind ik maar zo. Maar deze is wel leuk om te bewaren. Ja. Hartstikke mooi. Nou, 3D geprint.